Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook een heel mooi arrangement maken. Zoals je ziet heb ik een hele mooie etagère naast me staan. Daar gaan we iets leuks mee maken met verbindingen. En ja, echt gewoon een heel leuk stuk. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. En ben je benieuwd wie de winnaar is van de vorige winactie? Blijf dan vooral kijken, want die wordt aan het eind van de video bekendgemaakt. Dan gaan we nu gauw aan de slag. Zoals ik al zei, heb ik een hele mooie ondergrond. Hier gaan we het leuks in maken. Maar voor we dat gaan doen, gaan we eventjes kijken of de oase passend is. Ik gebruik oase rondjes. De onderste past er helemaal in, maar er komt nog een beetje vilt omheen. Dus het zal wel strak eromheen moeten. De bovenste niet, dus die ga ik eventjes door midden snijden. Dan past die prima. En boven ook. Dan heb ik plastic en dat ga ik er altijd eerst omheen doen. Ik denk dat de etagère wel waterdicht is, maar voor de zekerheid doe ik er toch eigenlijk altijd even plastic omheen. Dan vouw ik de onderkant eventjes in. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik pak het steekschuim in en ik zet dan aan de zijkant eventjes het plastic vast, zodat er geen water uit kan lopen. Dus ik doe dat omhoog, zodat we hem even helemaal mooi inpakken. En dan knip ik de bovenkant even af, zodat die mooi vrij is. En dat doe ik ook met de andere twee steekschuim. Dan heb ik mooi vilt en deze is aan twee kanten te gebruiken. Je kan er dus voor kiezen om het neutraal te houden. Dan gebruik je de bruine kant, maar dit is ook heel mooi. Dan komt het blauwe met het bruine iets door. Je kan beide kleuren gebruiken. Ik ga voor de naturel kant om die aan de buitenzijde te doen. En daaromheen, dat maak ik eventjes vast met een touwtje. Dan geven we de oase allemaal net een plek en we laten het iets verspringen. We beginnen met de asparagus en die laten we naar beneden lopen. Zodat je al een beetje die verbinding met elkaar krijgt. En waar ik dus goed op let is dat je elke keer het uiteinde weer bij de andere oase terechtkomt. En de laatste die laat ik een beetje meelopen in de etagère zelf. Dan heb ik eucalyptus. En ook deze geef ik een plekje. Op elk stukje doe ik een stukje eucalyptus. Dan heb ik een mooi katje en ook deze laat ik weer meelopen. En die steek ik het uiteinde weer net in die andere vast. Steek hem goed aan het uiteinde en het puntje steek ik vast. Krijgt als het ware een beetje een waterval effect. Soms dan moet je het katje eventjes ietsje, ja, zachtjes kneuzen, laat maar zeggen.
En je kan eventueel de uiteindes ook vastmaken met een krammetje. Zoals deze heeft hele mooie katjes aan het uiteinde. Dan vind ik het zonde om die erin te stoppen. Dus dan maak ik hem even vast met een krammetje. En we krijgen al echt een waterval effect. Dan heb ik mooie limonium. Die verdeel ik ook gewoon in het stukje oase wat korter. Maar je kan dus echt spelen met die verbindingen. En overal doe ik ook even een mooi roosje in. In de tweede doe ik er 2 en de onderste doe ik er 3 en de bovenste doe ik er 1. En ook dit herhaal ik. Nu doe ik aan de bovenzijde doe ik 1 disteltje. In de tweede rijtje doe ik aan de buitenzijde elke keer een disteltje. En de onderste doe ik 3 disteltjes. Dan heb ik nog mooie lisianthes en ook deze verwerk ik kort in het stukje. Dan heb ik mooie zuidenwindlelie en ook die steek ik op alle hoogtes er eentje in. Ik vind het altijd een mooi fris kleurtje. Als je er voorzichtig mee omgaat, kan je die ook laten verbinden. Maar dat is wel wat lastiger. Maar zuidenwindlelies kan je wel mooi buigen. Maar doe dat dan heel voorzichtig. Maar ik vind het mooi omdat we al best wel veel verbinding hebben. Om hem dan gewoon kort in te steken. En eens kijken hoe mooi die al wordt. Dan heb ik nog leuke Craspediaatjes. En ook deze laat ik langer. En verbind ik weer. Aan het eind doe ik even een klein stukje touw. Die maak ik weer vast aan de katjes. En dit herhaal ik van de tweede etenlaag naar de derde laag. Ik zie dat het iets korter moet. Soms als je steel net te stijf is, kan je hem iets aandrukken. Dan kneus je hem als het ware. Maar dat kan bij de Craspedia niet heel veel kwaad. Omdat hij altijd mooi indroogt. Dan gaan we nog even spelen met berengras. Wat we dan doen is de berengras op dezelfde manier met het lijnenspel mee laten lopen. En je kan hem eigenlijk tussen de Craspedia en de katjes vlechten. En het uiteinde kan je weer in het volgende stukje stoppen of je laat het gewoon los. En wat ook heel leuk is, is om wat berengras te vlechten. Dus dan pak je 3 stukjes berengras bij elkaar. Die steek ik er ook bovenin. En die vlecht je weer met elkaar. Kun je nou niet vlechten, kan je hem ook gewoon zo mee laten lopen. Dan krijg je ook een heel mooi lijnenspel. Wil je wat extra toevoegen, kan je het nog even extra vlechten. Het uiteinde maak ik gewoon vast met het
gras zelf. Dus dan legt er even een klein knoopje in. En dan kan je hem eigenlijk gewoon even vastzetten met een krammetje. En nu heb ik nog wat gras over. Je kan, als je echt een heel stuk over hebt, kan je het ook nog een keer een boogje van maken en die wegstoppen. Maar je kan het ook gewoon laten. Is hij net te kort, is dat ook geen probleem. Dan kan je het ook gewoon zo laten of wat korter afknippen. En hier kun je eigenlijk in blijven spelen. Dus je kan heel veel lijnenspel maken waardoor je het stuk heel erg apart maakt. Ik doe het ook vanaf de tweede en dan verbind ik die weer met de onderste. Dan kan je de oase verder opsteken met de bloemetjes die je nog over hebt. Mocht je nog kleine stukjes oase zichtbaar hebben, kan je die een beetje opvullen met mos. Doe er gewoon een heel klein stukje bij tussen. We hebben echt een heel mooi apart stuk. Nu heb je eigenlijk het bloemstuk gewoon helemaal klaar. Wat je kan doen is de etagère verder opvullen. Je kan er schors voor gebruiken, mos, tillandsia. Je kan het ook laten zoals het is. Je kan siersteentjes gebruiken. Wat ook leuk is, is om bijvoorbeeld op één deel paaseitjes te doen. Zodat je lekkere chocolaatjes te eten hebt. Maar ook gewoon om er nu quattro eitjes aan toe te voegen. Zodat je het gewoon compleet bloemstuk houdt. Blauwe duifjes of witte druifjes of andere soort bolletjes. Vaak kies ik dan wel voor kleinere bolletjes. Maar die kan je ook verdelen. Die kan je dus eventueel er extra aan toevoegen mocht je dat leuk vinden. Maar eigenlijk is het bloemstuk gewoon af. Maar ik ga wat nog wel even laten zien hoe je wat extra kan toevoegen. Ik haal de druifjes gewoon uit het potje. Doe daar een beetje mos omheen. En verdeel ze in het stuk. Ik vind zelf quattro eitjes hier heel mooi bij passen qua kleur. Hè? Dus die voeg ik nog even extra toe. Die kan je er eigenlijk gewoon zo los op leggen. En dan is het bloemstuk klaar. En dan hebben we echt een heel mooi apart bloemstuk. Deze krijgt een plekje in mijn woonkamer, want ik vind hem echt geweldig. Wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je hem onder een kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En jullie hebben nog een winnaar van mij te goed. Dus die komt hier in beeld. Gefeliciteerd, jij hebt een DIY pakket gewonnen en mag contact met ons opnemen en zorgen we dat het jouw kant op komt. Ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video, doe een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak en ook leuke winacties en dat soort dingen die geplaatst worden. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk als je een keer kans wil maken op een leuke prijs. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, deel het dan op Facebook, Instagram of laat een review achter op Google. En dan maak je elke maand nog eens kans op een leuke prijs ter waarde van 15 euro. Vrij te besteden in onze webshop, dus dat is natuurlijk ook leuk. Ja, en dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en dan zie je me de volgende keer weer. Doei!